Ja, Filip, welkom in Heerenveen. Ja, blij om hier te zijn. Zeker, dankjewel. Ik ben blij dat eindelijk die periode in onzekerheid voorbij is en dat ik bij deze mooie club mag tekenen. Ja, en Doelman, je komt van de Graafschap. Hoe is deze overstap in gang gezet? Ja, in principe verander ik niet van kleuren, maar wel van de club en de inhoud van het stadion. En dat is heel mooi. En uiteindelijk is de contact al een tijdje geleden gelegd. Een beetje oriëntatiegesprek. Uiteindelijk heb ik maandag gesprek gehad met de hoofdtrainer, keeperstrainer en algemeen directeur. Dat gaf zodanig goed gevoel dat we best wel snel met elkaar uit waren. En nu sta ik hier. Oh, die bal wordt gestopt door Bednarek. Ja, wat wist je al van Heerenveen voordat je hierheen kwam? Ja, ik ben meerdere keren in het stadion geweest. Ik heb hier één wedstrijd zelf gevoetbald. Dus ik weet wel wat beetje hier speelt en wat voor aanhang hier is. En dat sprak me zeker aan. En de geschiedenis en de cultuur van de club spreekt me ook aan. En dat vind ik heel mooi dat ik bij deze mooie club mag uitkomen. En wat voor soort doelman ben jij? Hoe zou je jezelf beschrijven? Ja, ik ben iemand die heel veel passie heeft. En mijn lichaamstaal wil altijd winnen. Nou, dat denk ik wel dat ik bij de supporters altijd wel gezien zal worden als iemand die alles geeft om winst eruit te slepen. En ja, ik ben in het algemeen een allround goalkeeper en dat wil ik ook hier gaan bewijzen. Zanelli, oh, dat is een knappe vrije trap en een goede redding ook van Bednarek. Wat zijn jouw doelen voor komend seizoen? Ja, ik weet natuurlijk dat ik in hiërarchie in eerste instantie achter Warner moet aansluiten. Maar niettemin wil ik natuurlijk wel gas geven en druk zetten op Warner. En uiteindelijk vind ik van de concurrentie word je alleen maar beter. En dat gaan we allebei zo goed mogelijk doen. En een einddoel als team bereiken. En wanneer sluit je aan bij de selectie? Nou, zo snel mogelijk. Ik ben hier. Ik blijf vanavond hier slapen en morgen ben ik er weer. Je spreekt ook heel goed Nederlands. Je komt uit Polen. Hoe zit dat? Ja, dankjewel. Ik woon inmiddels al 10 jaar in Nederland. Dat is een maand geleden 10 jaar. Ik bedoel, waar je komt te wonen moet je ook een beetje aanpassen. En dat is in die zin wel gelukt dat ik de taal goed beheers. Waardoor ik deze interview ook fatsoenlijk kan gaan geven. En dat is wel mooi meegenomen natuurlijk. Top. Zin om te beginnen? Ja, zeker. Ik sta te trappelen. Heel veel succes. Dankjewel.